Er komen voorlopig geen nieuwe opvangplakken voor vlechtelingen bij. En dat komt doordat er minder vlechtelingen het land inkomen. De nijbouw in Balk, Jereveen en Stitskin wil gewoon terug. Plan in andere gemeenten voor ACC's komen voor eerst in de koelkast. Wat iedereen heeft kunnen zien de laatste maand is dat in heel Nederland nu minder vluchtelingen, echt heel veel minder vluchtelingen aankomen. Er is intussen de laatste jaren natuurlijk heel veel plannen gemaakt die ook worden uitgevoerd om capaciteit bij te bouwen. Ja, minder mensen en toch meer bedden. Dus er staan nu veel gebouwen, ook in de planning, die dadelijk leeg komen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus de plannen die we hadden gaan gewoon door. In Sneek, Heerenveen en Balk. Maar voor de andere plannen is nu even een denkpauze van een maand. En wat verordert er binnen de morgen dan? Nou, dan weten we meer ook vanuit Den Haag, van het kabinet, van hoe schatten zij nu in dat het loopt. Dus is dit een pauze en gaat het daarna weer door? We weten natuurlijk ook niet hoe het gaat met de Griekenland-deal en andere dingen, waardoor er meer vluchtelingen kunnen komen. Dat verwachten we nu niet. Maar als het gebeurt, moeten we erop voorbereid zijn. Gemeentes als Dongeren-deal ben natuurlijk al een heel skoft aan de draagvlakte voor te krijgen van een opvanglocatie. Is dat net frustrerend voor zulke gemeentes? Ja, en ik ben ook heel blij en dat die waardering ook graag uitspreken. Want in Den Haag zeggen ze ook, ja, in Friesland liggen jullie zo mooi op schema. Wat pijnlijk dat het nu op pauze komt. Aan de andere kant, we doen het ook niet voor de lol, dus... Ja, nog even een maand wachten. Misschien is het dan toch nog weer nodig en anders niet. Maar in ieder geval, we staan er goed op. Iedereen heeft zijn best gedaan. Misschien moet het straks wel weer. Ja, dan is er ook nog het probleem van het plakbieden aan statushouders. Vlechtelingen die een verblijfsvergunning kregen hebben. Het Rijk verplichtte de gemeenten dit te regelen, maar de Friese gemeenten rinden nog altijd achter bij die afspraken. De gemeente de Friese Marren is een van de gemeenten die het daarmee wrakselt. De Friese Marren wil in 8 dwarpen tijdelijke wenningsdeel zetten van statushouders. Daar binnen protte reacties op kwam, positieve en negatieve. Gwondwarpen stellen zelfs alternatieve locaties voor. Het ene alternatief is wat verder uitwerken dan het andere. Er zijn dwarpen die komen met particuliere gebouwen, maar ze hadden geen woelis met de eigenaar, dus daar mag nog eens even goed naar zien worden. Maar omdat er uit een soort plak een alternatief op komen, hebben we zijn van dat we jou die mensen 3 maanden gelegenheid om dat alternatief uit te werken. Wij zijn van harte bereid om ze met allerlei informatie en dergelijke te ondersteunen bij het uitwerken van die alternatieven. En over 3 maanden bezorgen we dat op mij en zullen zien of het alternatief reëel is of niet. De gemeente gaat in de tussentijd ook terug met eigen plan en select nog met wenningbouwverenigings in de slag om de statushouders een plakje te aan. Maar de Friese Marren wil ook het partier omgeven met andere gemeenten over een verdeling van de statushouders. We vinden dat we in het oorles aan de regietafel met de andere Friese gemeenten nog eens even schermatten naar de verdeling van taken over de provincie. Van de week, morgen, gaat in Balk het AZC iepen. Nou, daarmee litwijk dat wij wat doggen aan de opvang van asielzoekers. Nou, andere gemeenten hebben geen AZC's, maar kunnen misschien wat meer statushouders opvangen. Dus dat gesprek willen we ook omgeven.